Hi, welcome to my home. I'm Yvonne. Come in, come in. Hi. Hi. I'm Rubina. I'm Carol. Hello, I'm Elsie. I'm Rubina. Hello. Okay, hello. This is my home. My living room. I have my mother and my daughter. We wonen met z'n drie in één huis, eigenlijk met z'n vieren in één huis. My elder daughter Carol, she's 30. Mm-hmm. My little girl Elsie is 16 and my granddaughter Mercy is 8. Nou, en Eva is wel lastig. Meestal is het drukte, soms is het rustig. Dan wordt die ene schrijnig, dan wordt die ene boos, dan gaat die ene schreeuwen, dan word je wel gek toch? Anyway, I love them so much. Waar ben je geboren? Amerika. Dus je bent Amerikaans? Ja. En je bent Amerikaans, Ghanese, ja. En Nederlands. Ja. Want ik kwam hier toen ik 6 jaar was. En ik heb hier gewoond, ik heb in Amerika gewoond en dan weer hier. Dus ik heb eigenlijk nooit in Ghana gewoond, zeg maar. Now, I'm noticing that in your house you don't have a lot of African things. Nothing with, let's say, Akwaba or anything that shows that you're from Ghana. Nou, ik vind het misleidend. Hoezo? Je bent toch Ghanees? Ja, maar het is een beetje te druk. Ik heb niet veel spullen van Ghana, want ik heb niet eigenlijk een hele link met Ghana, zeg maar. I don't usually like those kind of crafts from Ghana. I've noticed that you have 2 pictures of Jesus. One was given to me by a best friend of mine. That Jesus over there was given to me by my elder daughter on my birthday. This Jesus picture has been with me for about 18 years. I brought it from Ghana when I went on holidays. Het mooiste van de telefoonkamer vind ik toch dit gedeelte. Met al die foto's van mij, met mijn dochter en familie. Want familie is voor mij heel erg belangrijk. I see that you have a lot of pictures of your children and grandchild. Yeah, because they are my family. I love them so much and they love me so much. Vertel me iets over je huis. Waar zit jij heel graag? In de woonkamer. Op de bank. Op de bank. Bij mijn moeder. Bij je moeder. Ja. Lekker knuffelen. Ja. Waar slaap je? Meestal slaap ik in de woonkamer of ik slaap op de matras. Het is niet alsof we geen slaapkamers hebben. Maar ik slaap op de bank. Precies daar waar mijn dochtertje zit. Heb ik mijn deken en mijn kussen. En daar slaap ik. Ik slaap al jaren op de bank. Dit is niet eigenlijk mijn smaak, zeg maar. Het is een beetje mijn smaak en een beetje van mijn moeder. Wat zou jij anders doen? Eigenlijk niks. Is het gewoon lekker simpel. Ik heb dat de woonkamer. Echt anders is de banken, zijn allemaal zwart of rood, ik weet het niet. En ik wil dat alles groot is, de tv is groot en de eettafel is ook groot. Yeah, I'm going to stay with my brother, mm-hmm. who lives at East Legon. He's a mm-hmm. contractor, mm-hmm. so he has a nice place mm-hmm. with a swimming pool. No swimming pool, decorated with German Shepherd dogs to watch mm-hmm. over us at mm-hmm. night. Mm-hmm. The house is decorated. It's different from the decoration in Europe, mm-hmm. but I'll say that it's the best. Now, that was it done. Bij deze willen we je heel graag bedanken voor voor uw bezoek. Mm-hmm. Ja. En we hopen dat alles goed gaat en dat het mooi wordt. Je hebt ons een beetje leren kennen. Wow. En bij deze willen we zeggen... Doei!